Welkom bij Rijnmond. Jeske heeft hulphond Flip nodig, maar kan hem nog niet betalen. Ja, om gewoon weer naar de toekomst te kijken in plaats van alleen naar een minuut verder. De scholen zijn weer begonnen en dus kan Johan de boterhammerman weer smeren. Veel enthousiasme van tevoren al met elkaar appen van heb je er zin in en eigenlijk twee, drie weken van tevoren hadden we er al zin in natuurlijk. En op het Noordereiland struikel je over beroemde Rotterdammers. Het is natuurlijk een gemaakt eiland tot en met. Het zat vroeger aan Feyenoord vast. Maar het is hier een dorpsgemeenschap, een oase midden in de stad. Morgen bewolkt in de regio, bij vrijwel droog, misschien een spatje motregen, een maximumtemperatuur dan van een graad of 20. Nou, hoe dat de rest van deze week verder gaat, u leest het op Rijnmond.nl. Welkom bij Rijnmond. Straks kan je kijken naar het verhaal van de Vlaardingse Jeske, want zij zou namelijk nooit meer kunnen zonder haar kerstverse hulphond Flip. Maar dat zie je zo. Je kan nu eerst kijken naar een bijdrage van mijn collega Esther Schalkwijk. Want zij was namelijk in Gorinchem bij een kroeg die een coronadwangsom opgelegd kreeg van 10.000 euro om vervolgens maar meteen de deuren te sluiten. Dit is de brief die ik vrijdag eind van de middag overhandigd kreeg van de BOA's. Een aankondiging van 10.000 euro per overtreding. Dit Gorinchemse danscafé sluit per direct de deuren omdat er een coronadwangsom van 10.000 euro boven hun hoofd hangt. Het ging mis toen er voor de deur van het café een rij ontstond. Ja, daar stond een behoorlijk grote rij voor de deur, want we hebben bijzonder weinig capaciteit binnen. Dus des te minder capaciteit binnen, des te groter de rij buiten, want mensen willen natuurlijk wel uitgaan. En die rij is niet gegaan zoals de norm. Voor corona was dit een normale feestavond in de Flashback. Nu mogen er nog maar 60 man in. Toch blijft de anderhalve meter lastig. Ik snap de kritiek, alleen ik vind de boete van 10.000 euro buiten iedere proportie. Zeker in deze tijd, de horeca zit al zwaar weer. En dan zo'n boete opleggen, ik kan dat niet bevatten. Daar heb ik geen begrip voor, dat het zo groot is. Dus je organiseerde geen illegale coronaparty? Nee, we houden ons echt wel goed aan de regels en we doen ons best daarvoor. En ik zal erkennen, de anderhalve meter gaat bij ons ook niet altijd goed. Maar waar wel. En als de horeca dan zo hard gestraft wordt, ik heb daar geen begrip voor. Het geeft al best wel veel stress, om het gevoel dat je het allemaal dat je goed probeert te doen. En dat elk moment controles kan binnenlopen, dat geeft gewoon hartstikke veel stress. En ik slaap er ook wel eens een nachtje wat minder door. Maar als er nu nog 10.000 euro bovenop komt, dan is voor mij gelijk, het is klaar, het einde oefening, je stopt ermee. Een vaartocht voor shipaholics. Zo noemen ze zichzelf. Deze leden van de World Ship Society. Een vereniging voor liefhebbers van schepen en de haven. Hey, goedemorgen Kees. Zien we vandaag nog tietenboten? Ik moet je teleurstellen. Er liggen wel twee gastenkers, maar allebei membraan. Dus, en als je op een tietenboot staat, dat zijn van die bollen met gas erin. Van min 162 graden, dus die associatie met tieten is dan heel erg onder het vriespunt. Ik zal het ergens anders moeten zoeken dan. Hè? 85 van de 350 leden varen mee. Van kapitein tot scheepskok en van zeehavenpolitie tot havenbedrijfsarts. Ja, ik ben maritiem schilder. Eigenlijk alles wat vaart, dat schilder ik wel een keer. Maar als ik wat wilde weten over de vlagvoering en dergelijke dingen, dan vroeg ik altijd een of andere bootsman, stuurman of wie dan ook. En dan moet je gewoon doen wat die mensen zeggen, want die weten het veel beter dan ik. You see, these are the most recent ships we just passed. This is the rough book and then I enter them on the computer. And photographs I take and mount, and I also write for shipping journals. Ships are of a comfort to me, like a wife or a partner. Wonderful. Het zijn vaak al wat oudere mannen die lid zijn van deze club. Maar aan boord zijn toch ook wat vrouwen, die niet per se met hun man zijn meegekomen. In 1970 ben ik naar de wat toen hogere zeeschool Rotterdam heette gegaan. En dat was nog even een trucje, want er waren geen vrouwen op die zeevaartschool. Dus er moesten wel eventjes het een en ander gedaan worden. We liepen toen nog in uniform, dus er moest een uniform van mij bedacht worden. En meer van dat soort dingen. Maar ik heb altijd gezegd, ik wil gaan varen. Nou, het zit erop. Naar uw zin gehad? Ontzettend naar mijn zin gehad. We hebben een onvergetelijke dag gehad. Maar we hebben geen tietenboot gezien. Toch jammer. Ja, volgende keer beter. Ik ben Jeske de Niet en dit is Flip.
En Flip wil ik graag opleiden tot mijn hulphondje. Door een heftige gebeurtenis op haar zesde kampt Jeske uit Maassluis met PTSS. Een posttraumatische stressstoornis. Toen ze vorig jaar toevallig in de buurt was van een grote brand in Vlaardingen, sloeg de paniek weer genadeloos toe. Door alle sirenes en alle drama wat er omheen kwam, raakte ik erg overprikkeld. En kreeg ik ook triggers naar het verleden en daardoor kwam ik in een PTSS-aanval terecht. Vlaardingen Wibo Broek zag het gebeuren en bood hulp. Ik ging daar naartoe om te kijken of mijn bedrijf niet in de brand stond. En daar kwam Jeske om de hoek al gillend en tierend als een echt verward persoon. Toen hebben we er, om te voorkomen dat ze ook nog eens in het water viel, hebben we er weggeleid van deze plek eigenlijk, waar de hectiek was. Ik heb die aanvallen ook al sinds ik heel jong ben. En ik had het vroeger ook altijd al op de scouting en op school. En het heeft me eigenlijk altijd heel erg belemmerd in mijn leven, want op een gegeven moment mocht ik niet meer lid zijn van de scouting, want het was allemaal te moeilijk. Ik kon school kon ik heel veel dingen niet meer meedoen en gewoon met sporten en andere dingen werd er vaak ook gewoon de deur in mijn neus gegooid, ook met werk, als ik werk probeerde te zoeken. En ik hoop dat dadelijk met Flip dat er dan gewoon weer deuren open gaan in plaats van dicht. Het project Flip is het project om de opleiding van Flip te bekostigen. Wordt niet vergoed door verzekering WMO, dus we proberen zelf particulier eigenlijk het geld bij elkaar te krijgen. Ik hoop dat het dan ook met werken dat gaat lukken. Dat is ook wel één reden dat ik Flip zou willen, om dan gewoon weer normaal aan het werk te kunnen. Ja, om gewoon weer naar de toekomst te kijken in plaats van alleen naar een minuut verder. Het mooie van de naam Flip is ook dat het natuurlijk flip is, dat je iets omflipt in het Engels. En dat proberen we ook met dit project te bereiken, dat we Jeske weer flippen naar een beter leven. En dat kunnen we met z'n allen doen als we een klein beetje bijdragen en dat de hond opgeleid kan worden. De scholen zijn weer begonnen, dus niet alleen de leerlingen, maar ook Johan, de boterhammerman, moet weer flink aan de bak. 72 boterhammen met kaas en halalworst. Ja, en zolang het nodig is, blijf ik smeren. Inmiddels smeert hij alweer een week, iedere schooldag, voor 3 basisscholen, boterhammen voor kinderen, die anders met een lege maag op school zouden zitten. Johan, de boterhammenman. Ook voor hem zijn de scholen weer begonnen. Ja, heerlijk. Ed en de vrijwilligen en ik hebben hier echt op gewacht. Veel enthousiasme van tevoren al met elkaar appen van heb je er zin in en dergelijke. Ja, en 2-3 weken van tevoren hadden we er al zin in natuurlijk. Niets houdt Johan tegen. Corona niet en zijn eigen zwakke gezondheid niet. Waarschijnlijk wordt het nooit meer beter, maar dat maakt niet uit. Je blijft desondanks toch gewoon bezig voor de kinderen hier in Bloemel. Ja, zeker weten. Ja, anders ga je thuis stilzitten en dat is niet de bedoeling. Opvallend vuistje, Johan. Ja, mooi hè. Ja, en handig, zeer. Iets goeds doen voor de gemeenschap, voor de kinderen voornamelijk. Want dat moet toch niet mogen in een rijk land als Nederland. Dat kinderen gewoon zonder eten op school zitten. Dat kan gewoon nog niet. Wij roepen alle scholen op die dit soort problemen hebben of ondervinden. Neem alsjeblieft contact met ons op en dan komen wij samen uit. Wat zou je alternatief zijn als dit niet was? Wat had je dan gedaan, denk je, in deze moeilijke tijd? Ik had anders in deze tijd had ik echt thuis gezeten, want anders had ik naast dit had ik geen werk gehad. Nou. En daarom is het maar goed dat het er is. Palmboompjes, een geïmproviseerd pop-up terras aan de Maas. Bedacht door Elise en Karjan. We gaan naar beneden. Ik denk het magisch van deze plek is dat het toch wel de pop-up bar is waar iedereen denk ik wel op hoopte. We zijn er, het is een soort van festivalsfeer, het is heel relaxed. Mensen bestellen zelf aan de bar. Ze werken voor dit evenementencentrum dat door de corona zo goed als plat ligt. En nu is daar dus een zeer ontspannen terras. Volledig relaxed chillen aan de Maas, ja. Ja, je zit hier lekker en zelfs als het wat minder weer is, zit je beschut en met mooi uitzicht. Jullie houden mensen aan het werken, zo kan je het wel stellen. Ja, zeker. Nou, we hebben nu inmiddels al 25 medewerkers in dienst. Velen die waren echt op zoek naar iets om het te overbruggen.
En ja, zodoende hebben we eigenlijk ja, mensen toch werk kunnen aanbieden. En dat geldt eigenlijk in principe voor onszelf ook als event managers hierboven. In plaats van feesten van 300 personen te geven, hebben we nu onze plekje palmboompjes gecreëerd. En werkgelegenheid. Het loopt goed, maar toch zijn er ook zorgen. Want het is nog niet helemaal duidelijk of palmboompjes ook mag van de gemeente. In het allerslechtste geval moeten de tenten deze week weer weg. Maar Elise weet wat ze wil. Een klein wonder. Dat het zo eventjes naar beneden valt en dat dan gewoon die tenten kunnen blijven staan. Ik denk dat dat nog steeds mijn allergrootste hoop is. Want ik kan het me gewoon niet voorstellen. Er zijn zoveel positieve reacties. Vanuit onze partners natuurlijk, maar ook mensen die hier komen en die zeggen nou... Jongens, dit hadden jullie al veel eerder moeten doen. En gaan jullie echt stoppen half oktober? Ga je niet wat heaters ophangen? Ga je niet gewoon lekker door? Mensen zijn er zo blij mee. En wij zijn er ook heel blij mee. Dus wij zien eigenlijk alleen maar positieve dingen erin. Eigenlijk gewoon volstrekt ondeugelijk advies. Je zou bijna zeggen, het is, als het niet zo erg was, het is een fake news show. Een paar maanden geleden heeft dit museum, Museum Rotterdam, een negatief advies gekregen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Nu geven ze zich niet gelijk gewonnen, want de gemeenteraad beslist pas medio september wie er wel of geen subsidie krijgen. En daarom organiseren ze nu een actieweek om te laten zien wat zij in huis hebben. Maar ook vooral om te laten zien de waarschuwing van als dit advies doorgaat, dan is dit er per 1 januari niet meer. En dan heeft Rotterdam geen stadsmuseum. Dat wil je toch niet als stad? Duidelijk signaal. Een duidelijk signaal dat een toffe invulling krijgt. De komende dagen wil het museum met een nogal uiteenlopende programmering laten zien hoe veelzijdig ze precies zijn. En dan is het hopen dat de gemeenteraad dit ook inziet. We hebben het Rotterdam Philharmonisch Orkest, we hebben YMP, Winnen komt langs, we hebben lezingen, voordrachten, noem het allemaal maar op. Het is eigenlijk gewoon zowel in deze vestiging als op de Kolenhaven eigenlijk de hele dag door allerlei activiteiten. Over een paar dagen komt er dus uitsluitsel over de toekomst van het museum. Heel spannend, dus nog eventjes nagelbijten. Vandaar ook die Leeuwin. Daar voel ik me echt elke middag, als ik hier rondloop, voel ik me gesterkt door die blik in die ogen. Paul, laat je niet dat museum afpakken. Op nummer 6 bijvoorbeeld heeft de schrijver, dichter Jan Slauwerhof gewoond. Een grote. Een hele grote. Schuim en as bijvoorbeeld, kan ik mij nog goed herinneren van mijn examenlijst. Van veel te lang geleden. Op nummer 3C, daar woonde John Engels. En John Engels, een hele bekende jazzdrummer. Die met alle grote jazzmuzici op aarde gespeeld heeft. Daar woonde ook nog een politica, dat was Nel Barendrecht. Die woonde op nummer 9C. En dat allemaal op dit hele kleine stukje. Ja. Het Noordereiland is een van de kleinste wijken van Rotterdam. Maar waarschijnlijk met de meeste BN'ers per vierkante meter. Nou kijk, hier zo heb je natuurlijk wel een van de toppers, hè, op Noordereiland. Hier heeft Marten Toonder, is hier geboren. Wat je ziet is Tom Poes in mozaïek. En het wijst naar de kamer van Marten Toonder. De goede man heeft hier gewoond. Ja, want het is een bijzonder stukje Rotterdam, hè, hier. Hier wel, ja. Ja, het is echt een eiland, hè, zeggen ja, ze. Het is natuurlijk een gemaakt eiland tot en met. Hè, het zat vroeger zo aan Feyenoord vast. Ja. Maar het is hier een dorpsgemeenschap. Ja. Een oase midden in de stad. De volgende halte is hier achter mij. Dit was vroeger een postkantoor. Kijk. En daar werkte Joop van Dalen. Invaller Joop van Dalen scoort een schitterend doelpunt. Joop kwam tussen de middag vaak bij mij thuis, bij mijn ouders thuis, zijn lunchpakketje eten. Kijk. En boven het postkantoor, daar woonde mevrouw Toos Roodzand. In de jaren 30 van de vorige eeuw was mevrouw Roodzand de topschaakster van Nederland. In een van die huizen heeft Abraham van Leeuwen gewoond. Prins de Lignac. Prins de Lignac, ja. Met de gouden kranen. Met de gouden kranen en de gouden tandenworstel. Ja, van de NTI, dat heeft hij opgericht. Lecturama, NTI, Kerkhoop, daar was hij de oprichter van. Het is goede grond kennelijk hier om, ja, om te wonen. Ja, plek voor mensen met talent, dat is duidelijk. Ja, wie weet, wie weet. Dit was Welkom bij Rijnmond. Je kan nu kijken naar FC Rijnmond met vandaag de gast, de oud-directeur van Feyenoord, Rob Aan. En ik zie je volgende keer weer. Tot ziens. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op Rijnmond.nl of in de Rijnmond-app.